Alto is op 100 meter van het startpunt. Start gevallen. Downtown Susie neemt de leiding. Galoppade voor Lady Zafira. Downtown Susie als eerste op weg naar de bocht. Daarachter op plaats 2. Aan de buitenkant Fast Track. De 1 is eruit. Die is uitgeschakeld. En zo gaan de paarden de bocht in. Leiding in handen van Mark Verhulst met Downtown Susie. Maar die springt aan kop weg. Downtown Susie springt. Daarachter op plek 2 aan de buitenkant is het Fast Track. Die gaat hem nu voorbij. Daarachter volgt Fight for Polly. En daarachter aan de relingzijde volgt Flair J.E. We hebben niks gehoord, maar we mogen ervan uitgaan dat ook Downtown Susie inmiddels is uitgeschakeld. Inderdaad, de 2 is uitgeschakeld. En zo komen de paarden voor de tribune. En daar heeft Fast Track de leiding overgenomen. Fast Track, daarachter Flair J.E., daarachter op plek 3 aan de buitenkant. Fight for Polly, Dion Tesselaar kijkt even of hij naar binnen kan om in te parkeren. Dat kan, daarachter ligt Gusty Rhythm, die ligt 4e. Dan een gaatje naar Fabian Boshoeven. En de buitenkant schuin daarnaast 1 van mij. En een paar lengte daarachter Glenn Skull. En een paar lengte daar weer achter Francisca. Zo gaan de paarden de laatste kilometer in. Leiding in handen van Fast Girl, vlak daarachter Flair J.E. Derde plek aan de buitenkant komt de favoriet naar voren, Gusty Rhythm, en die gaat door naar plaats 3. Vierde plek aan de relingzijde is voor Fight for Polly. Daarachter Fabian Boshoef, aan de buitenkant gaat ook naar voren 1 van mij. En de andere paarden liggen wat verder weg. Die 6 paarden redelijk bij elkaar zijn in de rechte lijn overzijde. En daar leidt nog altijd Fast Track. Fast Track, daar komt aan de buitenkant de trainingsgenoot en favoriet Gusty Rhythm naar plaats 2. Derde plek aan de relingzijde Flair J.E. Inmiddels is ook naar het tweede spoor gegaan. De tweede favoriet, en dat is Fight for Polly. Uitgeschakeld nummer 10, galop nummer 10. Paar lengte daarachter 1 van mij en Fabian Boshoeven. En een paar lengte daarachter volgt nog Francisca. Zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Leiding in handen van Fast Track. Fast Track, Gusty Rhythm aan de buitenkant. Daarachter aan de relingzijde Flair J.E. En de vierde plek nog altijd voor Fight for Polly. En zo zijn ze halverwege de laatste bocht. Gusty Rhythm aan de buitenkant komt steeds dichterbij. Krebas wacht even tot hij met die hele grote merrie in de laatste rechte lijn is. Dan is hij nu. En hij is nu recht. En dan gaat hij proberen de versnelling te plaatsen. Aan de buitenkant doet ook Fight for Polly dat. Aan de binnenkant Fast Track nog altijd daarbij. Fast Track. Aan de buitenkant Gusty Rhythm. Die komt er niet overheen. Aan de buitenzijde Fight for Polly. 3 paarden nu op 1 lijn. Reningszijde nog altijd Fast Track. Daar komt Gusty Rhythm met hele grote stappen. Net met dat hele grote hoofd. Is hij er? Net wel of net niet langs. Scheelt helemaal niks. Fast Track of Gusty Rhythm. Derde plaats voor Fight for Polly. 1 van de Krebas paarden wint. Maar ze weten zelf denk ik ook niet wie van de 2. Terwijl de finishfoto nog wordt bekeken, komt Dennis Minema alvast even langsrijden. Die is waarschijnlijk zeker van zijn zaak. Zo zeker kan hij niet zijn, Ferdinand. Het is een dead heat op de eerste plaats tussen de 5 Fast Track en de 8 Gusty Rhythm. Geen verschil tussen deze twee paarden. Dead heat voor de eerste plaats tussen de 5 en de 8. Derde werd paard nummer 7, Fight for Polly. Vierde was de 6, Flair J.E. En vijfde aankomende de 4, 1 van mei. Dead heat dus voor de eerste plaats tussen de paarden 5 en 8. Ze hebben allebei een tijd van 1.18.4. Allebei een tijd van 1.18.4. En dat is mooi nieuws voor Bas Krebas. Inderdaad, vorig jaar was hij hier kampioenstrainer. En op dit moment begint hij direct met eigenlijk 2 zegens. Want Dead heat, dus zowel Gusty Rhythm als deze Fast Track, zijn hier de snelste op de baan. En winnen daarom deze koers. En dus als u een van beide paarden winnend gespeeld heeft, dan mag u zo een loopje doen naar de kassa. Want dan krijgt u uiteraard Uw inleg plus nog wat extra's krijgt u terug. We gaan een applaus doen voor Fast Track. Want Fast Track is nog jong en snel en kan zeker niet stilstaan. En daarom gaat Dennis hem zometeen draaien. En terwijl Gusty Rhythm vanuit de bocht ook nog aankomt. Want ook daar moet natuurlijk nog een bosbloemen naartoe. Bas Krebas, Gusty Rhythm in de kleuren van Stal PD. Het paard dat gefokt is door mevrouw Terpstra. Quite easy at Rhythm and Speed. Een halfbroertje van bekende Fidelity Rhythm. Getraind uiteraard door Bas Krebas en gereden door Bas.
dan hebben we natuurlijk hier ook nog dus deze Fast Track. Fast Track is een vierjarige hengst van Symphonic Hanover uit de Temptation. Gefokt in Duitsland, eigendom van meneer Walstra. En getraind door Bas Krebels en dus vandaag gereden door Dennis Minnema. Dames en heren, groot applaus voor de beide Krebas-pupillen die hier de eerste koers winnen. De openingsprijs in Groningen. Kijk, en Bas springt ook heel sierlijk op zijn zitje. Dames en heren, een groot applaus voor de winnaars. En met name voor trainer Bas Krebels als hij bij u voorbij komt. Want hij wint direct met twee paarden.